nieuwe bloem. Nieuwe bloem. Nieuwe bloem. Lekker. Lekker. Maak hem te kapot. Maak hem kapot. Hoeveel heb je nodig? What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Ik praat altijd zo snel omdat ik het leuk vind. In een vorige video heb ik de oneindige missie op moeilijk gedaan. Ik heb daar 7 levels gehaald. Vandaag ga ik iets makkelijker. Ik ga op normal beginnen. En dan gaan we gewoon kijken of ik iets meer levels kan halen. Want die 7 op moeilijk, dat is nog best wel oké hoor, volgens mij. Versla alle bullies en bereik de finish. Hoe doen we dat? Wat krijg ik? Ik krijg een paddenstoel. Even kijken. Moet ik dan dit ding meenemen of zo om die bully te verslaan? Au. Oh, en je bent ook gewoon... Oh, je wordt gelijk 2 keer geraakt. Ah, oké. Ah, lekker dit. Ja, dit begint goed. Daar gaat al 1 leventje, jongens. En we hebben er natuurlijk niet zo heel veel. Dit is geen bully, maar... Dit is wel een giant meowser. Oh, en hij is weg. Kan ik hierin? Ja, top. Want die hoefde ik namelijk niet te verslaan. Ik kan gewoon hierin. Deze moeten we verslaan. Maar hoe? Hoe verslaan we dit ding? Hoe doen we dat? Hè? Misschien moeten we niet deze verslaan. Misschien moeten we een andere verslaan. Misschien is er nog wel één. I don't know, man. Even kijken. Of moet ik ergens een ster zien te vinden? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oké, hier is de uitgang. Even kijken. Volgens mij zag ik hier nog een buis. Kan ik hierin? Ja, ik kan daarin. Hoppakee, die zijn weg. Oh, maar dit is niet de bedoeling. Ik heb totaal geen idee hoe ik dat ding moet verslaan. Moet ik deze meenemen? Moet ik een Koopa Troopa meenemen en die op zijn bakken gooien ofzo? Moet ik hem van onder raken ofzo? Er is ook geen pit ofzo waar ik hem hierin kan gooien. Kijk, oké. Dus toch met een ster, jongens. Dus toch met een ster. Moet ik alleen wel eventjes op tijd daar naartoe? Yes, oké. Ik dacht al, volgens mij is dat de enige optie om een ster te vinden. Nou, ik heb er wel 2 levens aan verspeeld. Daar baal ik wel een beetje van, jongens. Maar hier hebben we er in ieder geval weer eentje terug. Door naar level 2. Die heeft een Chinese naam. Geen idee wat er staat. Hoppakee, die neem ik mee. Zo. Top. Pap, plap, 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 plap. Mag ik een power-up? Dank u wel. Oh ja, duidelijk. Ik moet hier... Kom even naar deze kant. Zo'n beestje. Ja, en die moet ik dan zo schieten. En dan kan ik hier bovenop. Toppie. Zit hier wat nuttigs in? Nee, dit is een paddenstoel. Zou ik in deze buis kunnen? Ik kan in die buis. Sterker nog, ik denk dat ik in die buis moet. Kijk, dit gaat lekker. Dit gaat toppie. Zit hier nog wat in? Ja, het is weer een paddenstoel. Hoppa. Oké. Kan ik deze meenemen naar beneden? Ja, kijk, die heb ik meegenomen. Top. Ik weet niet, hier kan ik niet in. Even kijken hoor, kan ik dan via dit ding hier naar boven? Ja, dit is nice. Ik weet alleen niet zo goed waar ik dan nu naartoe moet. Misschien in die gele buis. Oké, hier kunnen we muntjes verzamelen voor levens. Dat is altijd lekker. Dit is een soort van bonus ding. Dit is al 2 levens. Dat is bijna 3 levens al. We hebben bijna 3 levens al bij elkaar verzameld. Aan muntjes. Kijk, top. Goed dat we hier even naartoe gegaan zijn, golddiggers die we zijn. Oh, we moeten nu even wachten, want... oh, een ster. Een ster. Dat is chill. Top. Waar gaan we nu naartoe dan? Hier naar beneden. Trampoline is wel weg. Even deze guys allemaal kapot maken. Hey. En... Oh, wacht even. Ho is. Rustig aan. En checkpoint. Oké, checkpoint. Daar word ik altijd heel gelukkig van. Hier even rustig aan doen. Ja, dit lukt ook wel. Hoe gaan we dit doen? Hier moeten we denk ik allemaal overheen springen. Of laten we ze van de klif aflopen. We laten ze lekker van de klif aflopen. Er zit er nog eentje nu. Daar kan ik... Oh, jammer. Ik ga gewoon door, ja? Oké, doei. Ik was toch geraakt, dus ik denk ik spring gewoon door. Voordat ik weer last krijg met Bowser Jr. Fly to the right, you fool. Heeft dat met Lord of the Rings te maken? Let's go. Lachen dit. Oh, rustig. Met al die gekke dingen die je hier... Oh, oké. Wacht. Nee. Oké, en nu? Wat moet ik doen? Hé? Ik snap het niet. Kijk, deze kunnen we wel allemaal verslaan met die bloem op zich. Die vliegen ook gewoon weg, dus dat hebben we niet super veel last van. Maar, even kijken. Ah, kijk eens.
Kijk eens. Kunnen we dan ook gewoon hier... Oh, we moeten hier onderdoor. Ah. Kan ik deze even bieten? Want die zijn anders heel irritant. Lekker. Lekker. Spring er maar uit. Ja, spring eruit. Spring eruit. Hoppakee. Dikke doei, Bowser. Later. Oké. Nou, dat was ook wel een leuk leveltje. Niet heel lang, maar ik vond hem wel tof. Hoppakee, level nummer 4. Pak minstens 295 munten en bereik de finish. De finish. Oh, dan moeten we weer terug daar naartoe, denk ik. Als we 295 munten hebben. Ja, muntjes, muntjes, muntjes. Oh, oh, oh. Muntjes. Ja, bloem. Ja, oké. Lastig dit. Ster, ster, ster. Ja, geef maar. Top. Top. Nu kan ik overal tegenaan vliegen. Yes. Oh, ik had die 50 munten moeten hebben. Ik had echt die 50... Weer geen 50 munt. Oké, nu heb ik... Ja, nu wel een 50 munt. Pas op voor alles. P-blok. Ja. Oh. Je moet wel in het midden eindigen daar. Ah. Oké, dit is wel te doen. Dit is wel te doen. Het is wel lachen dat je zo zweeft. Vind ik wel leuk. Muntjes. Muntjes. Upgrade. Top. Ster. Ja. Lekker. Oké. Ah, weer die 50 munt niet. Nee, nee. Oké, zweef, 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 zweef. Ja, pak in ieder geval die 50 munt maar, Mario. Ik heb het nu gehaald. Oké, ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Lekker. Ja, lekker. En 3 levens daarbij, hè. Dankjewel voor dit level, man. Ah, 3 levens. Toppie. En een wereldrecord. Hoppakeetje. Ja, jij krijgt ook een leuk van mij. Ik vond het leuk. Door naar level 5. The Legend of Peach. Versla alle Bowsers en bereik de finish. The Legend of Peach. Oh. Is dit Peach, jongens? Kamekje. Hoppa. Ik zoek wel ergens een power-up eigenlijk. Ik verlang wel naar een power-up. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Hier is een buis. Waar moeten we naartoe, jongens? Oké, we zijn in ieder geval nu in de dungeon. 2 Kamex. Hoppakee, dat is eentje minder. Daar hebben we geen last meer van. En daar hebben we ook geen last meer van. Moet ik nu hier naar beneden of wat? Ja, ik moet dus hier naar beneden. Alsjeblieft een power-up. Dankjewel! Ja, dit lukt net. Ik denk dat Bowser hier ergens is, jongens. Kijk, daar zien we al een statue. Van Bowser Jr. Lachen, man. Level is wel tof, hoor. Het is niet super makkelijk, denk ik. Oké, hier hebben we een mid-boss. Hoppa. Die hebben we, moeten we verslaan. Om de sleutel te bemachtigen, natuurlijk. Hoppakeetje. Niet heel erg moeilijk. Let's go. Let's go. Waar is Bowser? Mag ik een checkpoint? Oh, ik mag in ieder geval wel een 1-up en een bloem. Een bloem, bloem. Let's go. Oké. No sign of Bowser. We moeten dus ergens anders naartoe. Lekker level design, hoor, dit. Moet ik daar door die deur heen of zo? Hier en dan. Daar is je. What? I have some items. Boy stole Bowser's cross. What? Oh, Crocs. Ze Crocs. Een jongen heeft Bowser zijn Crocs gestolen. En daarom was hij nu opgesloten daar. Oké, dan moeten we dus misschien toch naar deze kant om Bowser te vinden. Waar is mijn boy Bowser dan? Moet hier nu naar beneden vallen. Oké, even de andere kant kijken voor de zekerheid. Nee, daar is niks. Top, dan kunnen we hier naartoe. Ja! Oh nee, het is Bowser Jr. Die moeten we verslaan. Om de sleutel te bemachtigen, denk ik, of zo. Ik heb al een sleutel. Oh, ik moet hem nog een keer raken. Wat? Heb ik nu 2 sleutels? Oh, oké, nice. Ik heb nu 2 sleutels. Ik moet alleen niet meer geraakt worden, want dan moet ik het hele level overnieuw doen. Nog een sleutel? Jemig! En nog een up. Wat moet ik met al die sleutels? Oké, we gaan hier door. Hier naartoe. Waar is die gekke Bowser nou? Waar is die, man? Dit is wel echt zo'n dungeon. Het lijkt inderdaad wel een beetje op Zelda, man. Oké, hier is deur 1. Oké. Deur 2. Maar ik heb Bowser nog niet gevonden, jongens. Waar is Bowser? Is Bowser hier? Je zou bijna zeggen dat Bowser hier moet zijn. Oh, nee. Ik werd geraakt. En dat is jammer, want ik wil niet dood. Want er is geen save point in deze leveltje. Kamek, ga weg. Kamek valt me echt wel heel erg lastig, jongens. Bam. Hier naar boven. Ja. Oh, daar is Bowser. Oh, en ik mag niet meer geraakt worden. Ik mag niet meer geraakt worden. Daar is een bloem. Oh, ik moet die bloem hebben. Ja, lekker. Ja, lekker.
Schiet Bowser! Schiet Bowser! Maak hem kapot! Maak hem kapot! Maak hem helemaal kapot! Oh, dit is zo'n vet level! Ik wil het halen! Ik moet het halen! Ik moet het halen! Schiet Bowser! Ah, nieuwe bloem! Nieuwe bloem! Nieuwe bloem! Lekker! Lekker! Maak hem kapot! Maak hem kapot! Hoeveel heb je nodig? Hoe vaak moet ik je raken, vriend? Ja! Ja! Hij is down! Bowser is down! De boss is down! Lekker! Oké, nu hier naartoe. Dit is een van de tofste levels die ik tot nu toe heb gespeeld, man. Eerlijk. Dit is echt een van de vetste levels die ik tot nu toe heb gespeeld. Dit was echt super, super awesome. Dit is echt super leuk. Deze krijgt een wow van mij. Alright, leveltje 6. Desert Cave. Oh, mol. Later, mol. Let's go. Bam. Okidokie. Zo, dit is even wel een beetje uitrusten na dat intense level van net. Ik zie wel zo'n hammer bro daarboven. Daar moet ik wel voor oppassen. Ik heb in ieder geval een checkpointje gehaald. Ja, dat vorige level had ook gewoon geen checkpoint, hè. Dat was echt sick. Je moest hem gewoon in één keer halen. Gelukkig kreeg je wel redelijk wat power-ups. Maar op een gegeven moment vond ik het toch nog een beetje spannend worden, hoor, jongens. Of ik het ging halen. Oh. Wacht. Zo. Dat ging maar net goed. Moet ik hierin? Ik moet hierin, oké. Ik twijfelde even omdat daar die mollen uitkwamen. Het is ook wel een leuk level hoor, dit. Is wel creatief. Let's go. Deze kant op, denk ik. Ja, hier naar beneden. Ja, checkpoint. Lekker. Er is ook echt zo'n zandstorm hier. Ik weet niet of dat nieuw is, maar dat is in ieder geval... Heb ik nog niet eerder gezien. In Super Mario Maker dan. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb Super Mario Maker 1 voor de Wii U niet heel veel gespeeld. Zo, hallo, krijg even de wind in onze rug. Mop. Ja, dat is hem. Hoppakee. Dat was het einde van de level. Ook wel weer een tof level hoor, dit. En dan gaan we nu naar level 7. Tiberius Pipes. Pak alle munten en bereik de finish. En als we dit level halen, dan hebben we dus evenveel levels gehaald als dat we in de hard mode hebben gehaald. Blijven die gasten komen of gaat het op een gegeven moment wel stoppen? Het stopt niet, hè? Het stopt gewoon niet. Oké, lachen. Dan gaan we maar gewoon zo door. Is het de bedoeling dat ik dit heel snel doe? Oh, dit was nice. Easy! Op een of andere manier. En zo hebben we ook het 7e level gehaald. En kunnen we nu beginnen aan level 8. Als we deze halen, dan hebben we meer levels in de normale mode behaald dan in de hard mode. Hard mode is wel ook echt hard hoor. We moeten hier 50 muntjes verzamelen. Nou, let's go. Hoppakee. Durven we dit? Ik ga... Ja, oké, ik durf. Oh, rustig man. Rustig. Ja, die gaan automatisch krijgen die spikes. Dus ik moet er wel een klein beetje voor oppassen. Dus ik probeer gewoon in ieder geval even zo. Ja, top. En ja, oké, lekker. En nu? Nu kan ik niet zien... Ja, dat dacht ik dus al. Ah. En dood. Ja, dat was een heerlijk getimede sprong, Rick. Dat deed je goed. Kijk, ik... Oh. Holy crap, wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik nou aan het doen, jongens? Man. Oké, nu kan ik naar beneden. Ja, oké. 28 muntjes hebben we nu. 32. Deze kan ik niet pakken, dat is jammer. 35 muntjes. En even kijken hoor, hoeveel muntjes nu? Ja, dit gaan we... Oh, nee. Oh, ik kom er 1 tekort. Oh, maar nu hebben we het. Er zaten nog gelukkig in het blok nog muntjes verstopt. Oeh, hadden we er bijna 1 tekort, jongens. We hebben het net gehaald. Lekker. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze video. Laat me even weten wat jullie leuk vinden. Vinden jullie het leuker als ik moeilijkere levels speel? Of vinden jullie dit leuker om naar te kijken? Want die moeilijke levels, die laten me soms wel ragen, man. Daar word ik soms wel helemaal gek van. Dit is iets chiller, man. Dit is iets relaxter. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog als je deze video tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo Mario Maker en Pokémon video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!